IAM Gold Rosebel Gold Mines heeft vanmorgen voor de 10e keer het Rosebel Brokopondo Scholarship programma uitgevoerd. Het goudbedrijf doet dit als deel van zijn corporate social responsibility beleid. Jaarlijks worden in dit kader verschillende educatie-gerelateerde projecten in het district Brokopondo uitgevoerd. Een van deze projecten is het scholarship-programma dat gericht is op het ter beschikking stellen van studiebeurzen voor de best geslaagde leerlingen van het MULO en LBO uit Brokopondo. Dit zodat zij verder middelbaar of hoger onderwijs in Paramaribo kunnen volgen. Volgens Martin Boussejour, general manager van Rosebel, is het doel van dit 10e scholarship-programma om technische educatie en ontwikkeling aan meer studenten te bieden. Increasing the possibilities for them in the sector RGM operates on a national level. For this year, within the 10 for 10 program, 5 additional scholarships are awarded to the best graduates of MULO and 5 to the technical stream of the LBO school. This brings the scholarships to 10 additional students for the coming school year. In the last 9 years, a total of 48 scholars have been enrolled in the program. Since the beginning of the Brokopondo Scholarship Program, we have major highlights. Amongst the graduations, we have 1 teacher and 3 university graduates. We have a BSc in Business Administration, 1 in Public Administration, and 1 in History. Het programma houdt in dat de kosten voor de studie in Paramaribo, waaronder het verblijf, transport en studiegelden worden bekostigd door Rosebel. Frederik Finissi, burgervader van Brokopondo, is het goudbedrijf dankbaar voor de gelegenheid die het middels deze beurzen aan de jongeren van het district biedt. U hoort ook een van de afgestudeerde bursalen, Heaven Huur. Zij geeft aan dat zij 7 jaar gebruik heeft mogen maken van het scholarship-programma van Rosebel Gold Mines. Om ook gelijke en eerlijke kansen te krijgen op een betere toekomst. Ik wil ook vanuit deze kant de voorgaande studenten die een voorbeeld zijn geweest en hun studie af hebben gemaakt, feliciteren. Aan de nieuwe groep studenten wil ik het volgende zeggen. Krijg deze kans en laat je niet voorbij gaan. Aan de andere scholen zou ik willen zeggen van dat ze niet moeten opgeven. Want opgeven is geen optie. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. En laat niets en niemand jullie tegenhouden om je doelen te bereiken. En wat ik ook wil aangeven, ik ben afgestudeerd en ik werk al. Dat is dus Heaven Huur, afgestudeerde scholar. En daarvoor zag u Frederik Finissi, districtscommissaris van Brokopondo. Ze spraken vanmorgen tijdens het 10e Rosebel Brokopondo Scholarship Program. Deze is in de vergaderzaal van Hotel Ramada gehouden.